volgende tekenverbeteringen zijn doorgevoerd in Inventor 2022. En onderdeel op tekening zetten. Er is iets gedaan met de visual styles. Dus als je hier een tekening van wil hebben, dit onderdeel, ga ik even naar nieuw. Ik klik even op drawing template, is mijn eigen template. Als ik het vooruitzicht wil hebben, dit is het vooruitzicht, het zijuitzicht, het 3D-uitzicht, een beetje hoger zo. Ja, normaal wil je lijntjes op papier zien, maar in sommige gevallen is het wel handig dat je het in kleur ziet. Nou, als ik het in kleur wil zien, dat is altijd hetzelfde papier, zo moet ik zeggen. Ik wil jou geshaped zien in kleur. Soms is het handig dat je de belichting aanpast. Dan moet je kijken wat direct overgenomen wordt. Deze belichtingstijl die kun je natuurlijk veranderen. Dat kon altijd wel. Hij staat nu op default, maar als je een ander kiest, bijvoorbeeld One Light, dan verandert hij dus daadwerkelijk. Hij verandert daadwerkelijk, als ik nu terug ga naar die tekening, wordt hier ook automatisch geüpdate. Dus de belichtingstijl is één op één, wordt één op één overgenomen op de tekening. Warm light, misschien is dat wel beter. Warm light, je hebt het al een warm light. Terug daarin en je ziet dat die aangepast wordt. Dat is één. Tweede wat veranderd is, heeft te maken met centerlijnen. Kijk, een tekening is niet compleet als je er geen centerlijnen op hebt. Dus dit is een center mark. Dit is trouwens niks anders, het is altijd wel hetzelfde. En als ik een steekcirkel wil, centerlijn wil hebben, dan is dat wel volgt. Gaat hij. De laatste. Create. Dan heb ik een steekcirkel. Een centerlijn in. Nou, het enige verschil wat gemaakt is, is de volgende. Zodra je een maat er plaatst, bijvoorbeeld, misschien wil je deze erin hebben, 80. Kijk, als ik hem plaats, dan zal mijn centerlijn onderbroken worden. Heel subtiel, maar toch gebeurt het. Zie je? Als je de maat weggooit, is die lijn weer doorgetrokken. Dus bij het plaatsen van de maat wordt de centerlijn onderbroken. Er is nog iets doorgevoerd. Er wordt al jaren gewerkt aan model-based definition. Misschien weten jullie wat dat is. Dat wil zeggen dat je dimensies in je model zet, je 3D-model. Nou, voorheen was het eigenlijk alleen maar mogelijk om daar een 3D-PDF van te maken. En nu is het mogelijk om ook deze op tekening te zetten. Op weer een tekening. De basisview. Als ik het van boven wil zien, de topview, en ik wil mijn annotations hier ook zichtbaar hebben, dan is het mogelijk om hier op te klikken. Even kijken, dan moet ik het opnieuw maken, dan is dit de top. De top, en ik heb daar de mogelijkheid om daar wat instellingen te doen. Maak camera view en include 3D annotations. Nou, dat was niet mogelijk. Nu kan ik dat zo op tekening krijgen. Niet dat ik dat heel graag wil, maar in ieder geval, ja, misschien wel. Misschien wil ik dat. Dus als ik hier op oké klik en ik bevestig het, dan heb ik mijn annotaties zoals ik ze in mijn 3D model had. Oh, daar heb ik eigenlijk op tekening. Dit was de demonstratie. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.